Vanochtend werden we eigenlijk met z'n allen wakker met beelden uit Amerika. Waar het nou ja, mis is gegaan met een kermisattractie. En diezelfde attractie staat ook hier. Ja, kun je... ja eenzelfde type. Ja, eenzelfde type attractie inderdaad. Durf je te vertellen wat er hier nou mee gaat gebeuren? Ja, dat kan ik wel vertellen. Kijk, en dat is wel goed om te vertellen wat er dan is gebeurd. Er is een attractie in Amerika die heeft inderdaad een probleem gehad. Hetzelfde type staat in Tilburg, onder een andere naam en met een andere exploitant. En die is netjes, zoals alle attracties op de Tilburgse kermis, gekeurd en gecertificeerd. Anders had hij hier ook geen plekje gekregen. Uiteraard. Desondanks heeft de fabrikant tegen de exploitant ook gezegd van ja, let op. Wij weten niet precies wat er in Amerika is misgegaan. Dus uit voorzorg is het advies vanuit de fabrikant gekomen om niet open te gaan. En is dat en de exploitant heeft dat advies overgenomen. Okay. Ja, dus dat is eigenlijk buiten ons omgegaan. We hebben al gesproken met de exploitant. Maar het is met name om te horen van ja, wat is nou precies de achtergrond geweest? Ja.